De Slam Academy. Hey, ik ben Jeff en ik sta nu midden in Amsterdam Zuidoost, vlak voor de Melody Line Studios. En ik ben hier voor de Slam Academy 2014. De Slam Academy is het opleidingstraject van Slam FM. 4 jonge studenten zijn door een strenge selectie gekomen en krijgen 4 weken lang masterclasses van bekende artiesten. Met vandaag niemand minder dan Soul Searching. En de vraag is natuurlijk, wat kunnen ze verwachten? Feedback vooral. Een van jullie laatste wapenfeiten is de EP van Aisha. I'm Aisha. Hey boy. En ik weet dat een paar van de studenten ook al bezig zijn met plannen voor een EP. Wat voor tips zouden jullie hun kunnen geven daaromtrent? Een goede planning maken vooral. Goed je dingen instuderen als je de studio ingaat. Als je daadwerkelijk een studio gaat huren om je shit op te nemen. Stel van, ik nou een beat heb liggen. VJ doet het een beetje moeilijk. Maar ik heb nou een beat liggen. Zou jij me dan wel willen helpen met afronden van die beat? Komt omdat ik je zo'n aardige gozer vind. Nee, tuurlijk. Wat dat betreft staan we voor veel dingen open. Maar het heeft natuurlijk met heel veel factoren te maken. Of het tijd is, of het interessant is voor beide partijen om het te doen. En ja, of het de kwaliteit is, goed genoeg is ook natuurlijk. Ik bedoel, ja, je werkt wel naar een soort standaard op een gegeven moment. Wat denk ik wel belangrijk is als team, om dat zeg maar te behouden gewoon zo lang mogelijk. Dus. Nou, je hoort het goed, heel veel kennis hier op deze bank. En die kennis gaan ze zo meteen delen met de studenten in de laatste masterclass van 2014. Tenminste, voor deze academy dan, de masterclass produceren. Soul Searching zijn producers die verantwoordelijk zijn voor onder andere The Jam van Digits. Mooie dag van Jay. En sukkel voor de liefde van de opposites. Omring de chicks die willen hangen voor de fijn. Hangen voor de fijn. En begon ooit op Trekkers. Weet je, dat was The Good Old Days. Fan Zeker 2. Nou, eigenlijk met ProTrekker, maar dat. Sorry, dat is echt wel. En dan. Het loopt van boven naar beneden de hele tijd. Ik heb geen zin om nu iets te laden, maar. 8 sporen, daar moest je het mee doen. Het begon met ProTrekker inderdaad, had je maar 8. 4 sporen. Ja, had je nog minder? 4 sporen. Jongens, wij komen in de tijd dat er maar 4 sporen waren. Oké? Maar je weet, beperking schept creativiteit. Dus je gaat allerlei shit bedenken om meer erin kwijt te kunnen. Wat wij deden, dan gebruikten we gewoon 4 sporen voor drums. Sampelde dat, zette dat op 1 spoor, dan heb je er weer 3. En zo gingen we te werk. En zo gingen we steeds dingen opnemen en had je weer een extra spoor dingen opnemen. Dat is lastig als je terug moet. Dat is wel, je zorgt er wel voor dat het gewoon goed is. Ik begon muziek te maken en dan begon ik gewoon bij verschillende mensen wel eens op te nemen. Af en toe bij Lino thuis of bij weet ik veel wie. Maar op een gegeven moment, ja, iedereen heeft ook zijn eigen agenda en is druk. Ja, ja. En dan had ik echt veel creativiteit in mijn body en dan kon ik het niet kwijt. Dus toen heb ik gewoon een laptop gekocht en een geluidskaart en een microfoon. Ja, en toen ben ik gewoon in Cubase, echt de meest limited edition. Het heeft niks. Ben ik gewoon gaan opnemen, maar het stopt bij mij wel echt bij een reverb kan ik er nog net op zetten. Maar dat is wel hoe het vaak gaat. Je kan gewoon in je eigen omgeving kan je gewoon je schets maken. Ja, ik heb inderdaad wel shit thuis staan, maar het geluid wat daaruit komt is lang niet nee, wat... Nee, maar het is belangrijk dat je het wel kan doen. Je kan je demo opnemen. Ja. En op een gegeven moment kan iets zo tof zijn dat je denkt van oké, dit gaan we professioneel aanpakken. Ik vind het wel moeilijk, want soms zit ik thuis gewoon en dan weet ik veel, om 3 uur 's nachts neem ik wat op. Maar dan zit je in zo'n vibe gewoon. Je flow is op die manier, je tekst is gewoon, het hoort gewoon ja, bij ja, dat moment. Tuurlijk. Je hebt ook demo-syndroom, weet je. Dan heb je ooit een demo opgenomen en dan krijg je het nooit meer zo tof. Precies. Ever. Ja. Ja, die zitten er nou eenmaal tussen. Je wil natuurlijk wel werken aan een situatie dat de plek waar je opneemt, dat het ook gewoon meteen goed is. Ja. Een masterclass produceren is natuurlijk niet compleet, zonder dat er geluisterd wordt naar de muziek van de studenten. Elke dag, steeds hetzelfde liedje. Dag in dag uit, leren leven met een ziekdak. Vaak verdriet en geroep, dan krijgt de tyfus. Ik beklaar me deze wereld, want de wereld is een vieze. Kon ik me kiezen, dan pakte ik mijn biezen. En vloog ik weer weg van de haat en de liefde. Ja, yeah. Richting een plek waar het draait om respect. Geen step in de bek, en waar leren Jezus hebt. Yeah. Zo mooi zou het zijn, maar het leven is niet fijn. Dat was niet voor mij, ze zeggen je mag niet klagen. Maar wat weet je van mij, van de manier hoe ik leef. En hoe het gaat in mijn brein. Netjes man. Ja. Hoe wil je jezelf onderscheiden van... Hele goede vraag. Ja. Andere mensen. Nee, dat is de vraag. Ja. Ja, nee, dat is een hele goede. Waar ik eigenlijk naar streef op het moment, is ik wil mainstream, maar wel credible. Okay. Dus het moet wel geloofwaardig en echt blijven. Weet je wel, het moet niet alleen maar happy thoughts of alleen maar... Ja, niet het moet wel echt zijn. Ja.
De tweede editie van de Slam Academy zit er alweer op. De studenten hebben 4 masterclasses gekregen. Produceren, songwriting, stage performance en mediatraining. En ik vraag me nu af wat het belangrijkste is wat ze hebben geleerd. Ik begin bij jou, Jurrit. Wat is het allerbelangrijkste wat je hebt opgepikt? Gewoon vooral mezelf blijven en gewoon mijn ding blijven doen. En het is cool om te zien dat de muziek gewaardeerd wordt. That's it. En jij, Ilias, wat is het allerbelangrijkste wat je hebt meegekregen? Nou, dat ik vooral in mezelf moet blijven geloven en dat die kleine stap hogerop, ik zeg het al, het is niet een hele grote stap. We zitten er tegenaan, denk ik. Dus... Ja, die laatste stap is meestal een kleine grote stap, zeg maar. Ja, het lijkt een grote stap, maar hij is kleiner dan je lijkt. En jij, Eko, wat heb jij er voor allemaal van opgestoken? Ja, dat ik toch best wel goed bezig ben, eigenlijk. Beter dan ik had verwacht, dat de reacties in ieder geval waren, de feedback was heel erg positief. Dus ja... Geweldig, joh. En ik ook niet wensen. Heel goed, heel goed. Last but not least, Joey naast me. Wat is het allerbelangrijkste wat je hebt geleerd tijdens deze Slam Academy? Blijven zoeken naar jezelf, man. En hoe te onderscheiden van de rest. En dat echt blijven doen, blijf je eigen shit doen. En zorg dat mensen jou gaan zien, man. That's it. Dit was de Slam Academy 2014, de tweede editie. Op naar de volgende. Later. The Slam Academy.